Mooi zo'n der. Tim Sparv leverde vorige week vrijdag met het Finse elftal een historische prestatie door met 1-1 gelijk te spelen in en tegen Europees en wereldkampioen Spanje. Dankzij de 1-1 12 minuten voor tijd van Pukki werd het voor Finland een onvergetelijke avond. Ik heb gezegd dat het een van mijn mooiste avonden van mijn leven, mijn voetballeven tenminste. Ja, we wisten natuurlijk hoe moeilijk het wordt tegen Spanje. Ze zijn heel veel in balbezit de hele wedstrijd, maar ja, we verdedigen het heel compact en uiteindelijk kwam die 1-1 in de slotfase op een geweldige aanval. Ja. Jij was er ook bij betrokken, hè? Ja, ik begon bij een ingooi. Dan speel ik mooi Sander in, even opdribbelen en dan een beetje tiki-taka op Finse manier. En dan gaat hij erin en hoe is dan de ontlading? Ah, ongelooflijk. Om dan op het veld te staan, je maakt 1-1 ja, en dan die sfeer daarna met de supporters van Finland en de hele nacht door. Jullie hebben wel even een feestje gevierd. Klein feestje. Na het feest met de Finse supporters wisselde Sparv zijn shirt met die van Barcelona-keeper Valdes. Ik wilde graag Busquets shirt, maar die kreeg ik niet. Waarom weet ik ook niet. Daarna vroeg ik nog een paar andere veldspelers. Maar ja, ik heb ook geen keeper shirt hangen op mijn muur. Ik hoop mooi. Ja, want het is wel een hele goede keeper natuurlijk. Een speler met een grote naam. Ja, speelt voor Barcelona en Jesus. Nou, mag jij even gaan keepen? Het is Virgil van Dijk. Dat gebeurt vaker. Nee, hij is een goede keeper. Het maakt niet zoveel uit welke shirt je krijgt van een team als Spanje. Ja, jullie hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. Ja, geweldig. Dat soort wedstrijden ervaar je niet vaak in je carrière. Dan moet je genieten.